allemaal, super leuk dat jullie weer kijken. En ik dacht, ik doe weer eens een keer een beetje een persoonlijke video. En dat wordt een Snapchat Q&A. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben de laatste tijd niet zo heel actief meer op Snapchat. Maar ik probeer het weer een beetje op te pakken. Dus als dat je leuk lijkt, ga me vooral volgen. Vaak post ik bijvoorbeeld eventjes een foto van mijn outfit of zo als ik naar mijn werk ga. En soms klets ik als ik gewoon even iets wil melden en het is niet in het weekend, want in het weekend vlog ik natuurlijk al. Ik heb best wel wat leuke vragen binnengekregen en ik heb nu vooral eigenlijk de filmpjes uitgekozen omdat ik dat het leukste vind, want dan zie ik ook echt wie jullie zijn. Dus die ga ik nu beantwoorden. Hoi Sarah, wat doe jij tegen een droge huid en droge lippen met het weer? Let me know, doei! Oké, wat doe ik tegen een droge huid en droge lippen met dit weer? Ja, het is natuurlijk super koud. Ik merk zelf ook dat ik dan veel sneller last krijg van bijvoorbeeld schilfertjes bij mijn neus. Verder heb ik gelukkig niet zo'n droge huid van mezelf. Maar ik zorg er wel voor dat ik gewoon net wat meer crèmetjes smeer eigenlijk. En vooral in de nacht, als het de tijd heeft om in te trekken, dan hou ik er echt van om en een serum en een goede hydraterende crème aan te brengen. En ja, met name op mijn neus is dat echt heel erg belangrijk. En mijn lippen die smeer ik elke avond in met een goede voedende lippenbalsem. En ik zorg ook dat ik er altijd eentje mee heb. Want ja, ik heb echt een hekel aan gescheurde lippen vooral. Dat vind ik echt super vervelend. En van die harde velletjes, want dan ziet je lipstick er ook nooit mooi uit. Als je er echt veel last van hebt, dan is het ook wel een tip om met een tandenborstel heel voorzichtig de velletjes eigenlijk weg te scrubben. Dat is dan een vrij milde manier om dat te doen zonder dat je lippen juist heel erg pijnlijk en gevoelig aanvoelen. Hoi, mijn vraag aan jou is, wat is je leukste kinderherinnering? Wat is je leukste kinderherinnering? Met dit soort dingen vind ik het altijd zo lastig. Want op de een of andere manier heb ik gewoon, als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan heb ik een heel positief gevoel. Maar mijn zusje kan zich bijvoorbeeld heel vaak echt bepaalde momenten heel goed herinneren. En ik weet niet wat het is met mijn geheugen, maar ik ben een zeef of ik sloeg dat gewoon niet op toen ik jong was. Want ik heb dat veel minder. Heel erg raar. Maar wat in ieder geval wel altijd hele gezellige momenten waren, was als ik bij mijn oma ging logeren. Ik weet dat we dan altijd, als we boodschappen gingen doen, gingen we naar dat winkelcentrum daar. En dan mochten mijn zusje en ik altijd een leuk tijdschrift uitzoeken. En dan kon ik uren twijfelen of ik ging voor de penny. Terwijl ik niet van paarden hield, maar I don't know. Of Hart voor Dieren. Of ik ging een keer voor de hitkrant. En we maakten dan zo'n puzzel met 1000 stukjes waar we het hele weekend over deden met mijn oma samen. Ja, dat waren wel echt hele leuke, gezellige momenten. En vaak aten we dan ook wel een keer pannenkoeken. En mijn oma kon echt de lekkerste pannenkoeken ooit bakken. Oh ja, en laatst toen dacht ik eraan dat het me heel leuk zou lijken om weer te gaan skileren. En dat komt eigenlijk ook omdat er een periode is geweest dat ik samen met mijn ouders en mijn zusje wel vaker gewoon ging skileren in de zomeravonden. En dat vond ik ook echt super leuke en originele bezigheid. Was echt heel erg leuk. Hoi, wat betekent vriendschap voor jou? Zoek je een leuke choker? Ga dan naar ons sieradenaccount @dearjewelry. Wat betekent vriendschap voor jou? Voor mij betekent vriendschap een heel vrolijk en warm gevoel. Ja, dat klinkt misschien heel stom. Ik weet niet, ik kan het niet echt in een woord omschrijven. Maar dat is als ik tijd met iemand heb doorgebracht en ik voel me daarna echt oprecht heel erg gelukkig. Dat je het gewoon heel fijn vindt om samen met iemand te zijn. En dat je daar ook gewoon volledig jezelf kan zijn. En over alles kan praten. Dat je na afloop ook zoiets hebt van, oh, ik heb echt eventjes mijn gedachten die al dagen door me heen gaan, bij iemand kwijtgekund die daar heel goed naar kan luisteren. En ik heb ook hele leuke verhalen van die persoon gehoord. Dat je echt een bepaalde verbinding, connectie voelt. En dat ja, is toch wel anders dan met goede kennissen, vind ik. Echt dat stukje gevoel en sfeer wat erbij komt, dat je helemaal relaxed bent en alles kan delen eigenlijk. Hi Sarah, als eerste is het echt een ontzettend leuk kanaal, dus allemaal eventjes abonneren. En mijn vraag is, wie zou je voor enig willen zijn en waarom? Wow, jij hebt echt ongelooflijk mooi haar, dat ten eerste. Ik zou puur om te willen ervaren hoe het is om zo groot en bekend te zijn met YouTube, zou ik bijvoorbeeld wel voor één dag Zoella willen zijn. Of in de Nederlandse vorm Masha of Enzo Knol. Omdat ik heel benieuwd ben hoe anders dat voelt als je echt zo bekend bent. En hoe ik daar dan mee om zou kunnen gaan. Want volgens mij is dat echt een heel hectisch leven. Maar aan de andere kant natuurlijk wel iets waar ik nieuwsgierig naar ben. Ik bedoel, ik heb zelf ook een kanaal. Nou, ik had een vraag. Wat is je favoriete make-up product en wat is je favoriete make-up merk? Video's zijn echt top.
Trouwens, die van mij is highlighter en ik heb nu eentje op van Lush. Dat is een poeder, highlighter. Nou, een dusting powder, maar die is echt heel mooi als highlighter. Superleuk dat je ook gelijk een tip geeft. Ik ben ook echt gek op highlighter. Er kwam trouwens net een berichtje van mijn moeder langs toen ik jouw Snapchat filmde. Maar ja, highlighter vind ik echt heel mooi. Maar mijn favoriete product, dat zijn toch wel lipproducten. Ik vind dat echt heel erg mooi. Het maakt een look echt af. En je ziet best wel een verschil tussen verschillende lipsticks. Omdat je het in zoveel kleuren hebt en met zoveel finishes. Ja, als ik dan moet kiezen is het dan toch wel echt lipstick. En ja, dat kun je ook wel zien als jullie een beetje weten hoe mijn stash eruit ziet. Dan was het met de lipproducten echt het meest erg gesteld. Laatst heb ik een video gemaakt waarin ik dus al mijn lipproducten opruimde. En ik ben best wel trots, want ik heb gewoon de helft weg kunnen doen of geven. Maar dat was wel moeilijk. En ja, ik hou echt van lipproducten. Hey Sarah, hoe ben je er eigenlijk opgekomen om te gaan YouTuben? Hoe ik erop ben gekomen om te YouTuben? Ja, deze vraag heb ik volgens mij wel eerder beantwoord. Maar het is zo lang geleden dat ik een Q&A deed dat ik hem gewoon weer beantwoord voor jullie. Ja, eigenlijk, ik heb al hele lange tijd van alles op het internet gedeeld. Het begon toen ik een jaar of 10, 11 was met Kinderlines. Daar maakte ik websites aan. En dat vond ik gewoon leuk. En dat ging eigenlijk nergens over. En de helft van de tijd was je website under construction. Nou, ik weet niet, als jullie nog een beetje dat kennen, dan weet je wel waarschijnlijk waar ik het over heb. En daarna ben ik een blog gaan aanmaken waar ik mijn outfits deelde. Want ik zag andere mensen dat doen en dat inspireerde mij. En het leek mij heel leuk als ik ook een paar mensen zou kunnen inspireren. En nou ja, op een gegeven moment ontdekte ik via mijn zusje dat er ook mensen waren die op YouTube filmpjes maakten over fashion en beauty. En daar raakte ik zo door geïnspireerd. En het leek me zo leuk om zelf ook mijn passie op die manier te delen. Niet eens per se met het idee dat ik mensen zou kunnen inspireren. Maar gewoon dat ik tegen mijn camera aan kon praten. En dat ik ook feedback zou krijgen in de vorm van reacties. Want in mijn omgeving zijn er ook wel mensen die houden van beauty en fashion. Maar was niet zo obsessed als ik ermee was / ben. Dus ja, eigenlijk is het zo gekomen. Toen upload ik een keer random een shoplog. Niet echt met het idee dat ik er nog veel meer mee zou doen. Maar ja, ik merkte gewoon dat het steeds leuker werd en je steeds meer contacten kreeg. Dus zo is het een beetje gaan rollen eigenlijk. Nee, mijn vraag is eigenlijk wat je grootste blooper ooit was. Mijn grootste blooper ooit. Ik ben bang dat ik er wel meerdere heb. Maar op de een of andere manier heb ik de gave om dat te deleten of zo. Ik denk dat ik het dan zo beschamend vind dat ik het heel ver wegstop in mijn hoofd en er niet zo goed meer bij kan komen. Maar als ik het woord blooper hoor, dan denk ik wel, oh ja, dat doe ik heel vaak. Dus het moet gewoon wel zo zijn. Eén voorbeeld schoot me wel te binnen, wat ik echt heel beschamend vond, terwijl uiteindelijk niemand het ontdekt heeft. Ik draag wel vaker mijn jeans 2 dagen achter elkaar of 3. En ik was 's ochtends met mijn slaperige ochtendhoofd, was ik in mijn broek gestapt. Ik had natuurlijk een nieuwe string aan en dergelijke. Maar in de loop van de dag, toen ik op school was, toen dacht ik, wat zit hier nou voor een rare bobbel bij mijn kuit en mijn skinny jeans? Dus ik voelde en het voelde wel als een sok of zo. Dus ik dacht, het is misschien een oude sok. Dus ik ging naar het toilet en ik dacht, ik moet echt even kijken wat dat is. Dus ik viste dat eruit. En toen zat gewoon mijn string van de vorige dag dus in mijn broekspijp. En ja, niemand heeft het uiteindelijk ontdekt. Maar ik vond het zo'n beschamend idee dat ik daarmee had rondgelopen. En dat die voor hetzelfde geld gewoon uit mijn broek kon zijn gevallen. Dat ik echt dacht, oh Sarah, dat was wel even een door de grond zak momentje. Wat was vroeger je favoriete vak op school? Wat was vroeger mijn favoriete vak op school? In ieder geval niet wiskunde. Mij schieten dan eerst de dingen te binnen die het gewoon niet waren. Wat ik wel heel erg leuk vond, was maatschappijleer. Dat vond ik echt interessant. Dat waren dingen over de wereld waar je in leeft, over de maatschappij. Dingen waarvan ik dacht, welke studie ik ook ga doen, daar heb ik echt wat aan. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. En ik vond voor de rest Nederlands ook altijd prima. Vond ik ook gewoon een leuk vak. En biologie heb ik ook heel interessant gevonden. Ik heb het wel maar tot en met de 4e gevolgd. Ik deed VWO en ik deed cultuur en maatschappij met economie. Maar toen kon je ook nog vakken voor de helft erbij kiezen. Dus toen koos ik biologie 1 erbij. En dat duurde dan maar tot en met de 4e. Dus had je eigenlijk maar 1 jaar langer dan als je het helemaal niet koos. Maar op zich was ik heel blij dat dat kon. Want biologie had echt mijn interesse. Ik vond het super nuttig. En ook in mijn studie heb ik echt wel wat gehad aan bijvoorbeeld dingen over het zenuwstelsel. Het werd gewoon op een gegeven moment te ingewikkeld. Ik ben gewoon echt een alfa meisje.
En beta-vakken zijn voor mij een stuk moeilijker. Dus ja, ik had daar geen eindexamen in kunnen doen, zeg maar. Dan had ik er in ieder geval heel hard aan moeten trekken. En dan naast alle andere vakken was dat niet gelukt. Maar ik vond biologie wel heel interessant. En we hadden ook in de eerste en tweede altijd een leerkracht die wel een beetje streng was. Dus daar was ik wel enerzijds een beetje bang voor. Maar het was ook een jonge kerel die het ook heel leuk bracht. En waar ik ook juist zoiets van had van, oh, die is echt leuk. En het was ook wel een leerkracht waarvan ik dacht, die ziet mij of zo. Ja, dat klinkt misschien heel stom. Dat had ik ook met Duits. Ja, nu lijkt het net alsof ik alle vakken leuk vond. Nee, maar op zich, die vakken waren nog wel oké. Dat was echt een leerkracht waarvan je wist, die kent mij. Die weet mijn naam. Die weet een beetje hoe ik in elkaar zit. Want ik was best wel een meisje die gewoon niet zo opviel in de klas. Ik had geen slechte cijfers. Ik was niet de allerbeste van de klas. Ik was qua gedrag gewoon rustig in de lessen en niet opvallend. Dus dan vond ik het wel leuk dat er toch leerkrachten waren die ook wel merkten dat ze wel wisten wie jij was. Want dat vind ik soms echt iets, ja, dat is ook weer vanuit mijn orthopedagoogopleiding. Maar wat ik zelf ook gewoon zie, dat sommige kinderen worden een beetje vergeten of zo. En aan de ene kant lijken ze ook niet echt behoefte te hebben aan die aandacht, want ze functioneren gewoon. Maar het is toch wel fijn als je het gevoel hebt dat je iemand bent of zo. Hoe groot, hoeveel leerlingen, ja, de leerkrachten ook lesgeven, dat motiveert je ook extra voor een vak. Dus juist ook bij vakken waar je wat minder zin in hebt, is dat echt heel belangrijk. Hoi Sarah, ik heb een vraag voor je studentenkunde. Hoe kijken kinderen van jouw school aan tegen jou in YouTube, zeg maar? Hoe vinden ze het en hoe reageren ze daarop? Oh, dat vind ik wel echt een goede vraag. Ik krijg hier vaker vragen over, dus goed om er even over te praten. Nou, ik werk dus op een basisschool voor speciaal onderwijs. Ik moet zeggen dat er eigenlijk nog maar één keer een meisje op school is geweest die mij herkende omdat ik bij de WZT-show was geweest. Maar dat neemt niet weg dat ik er natuurlijk heel goed bij stilsta. Dat ik alles op het internet zet. En dat het zo kan gebeuren dat een leerling het wel ziet. Dat vind ik helemaal prima. Ik weet wat ik deel. Maar ik heb wel bedacht als een leerling dan naar me toe komt met een verhaal. Dan vertel ik wel heel duidelijk van oké, ja, dat klopt inderdaad. Dat doe ik. En dat doe ik in mijn vrije tijd. Maar hier op school ben ik een juf. Ik ben een orthopedagoog. Maar die term zegt ze niet. Dat doe ik op school. En in mijn vrije tijd, dan doe ik dat. En ja, ik heb ook al bedacht, dat kan ik best goed denk ik op een leuke manier uitleggen. Want veel kinderen zijn op school om te leren. Maar als ze thuis zijn, dan voetballen ze bijvoorbeeld. En dan zijn ze een voetballer even. Dus zo probeer ik het een beetje voor ze uit te leggen. En ik wil namelijk vooral heel professioneel zijn. En het is geen geheim. Maar het is niet iets, ik wil er absoluut niet populair mee doen als ik aan het werk ben. Dat vind ik ook niet gepast. En dat is wel iets wat je voor jezelf goed op een rijtje moet zetten of je dat ook aan kan. Maar ik denk dat ik dat aan kan. En ook bijvoorbeeld als ouders daar vragen over hebben, dat ik dat ook goed kan uitleggen. En, maar ja, in dat opzicht maak ik mezelf wel een soort van kwetsbaar door gewoon veel openbaar te zetten. Daar heb je absoluut gelijk in. Of tenminste, dat zeg je niet eens. Maar daarom kan ik me voorstellen dat veel mensen wel die vraag hebben. En tot nu toe heeft dat gelukkig nooit tot vervelende situaties geleid. Dus dat is erg fijn. Sarah, als je nog thuis zou zijn, welke smaak zou het dan zijn? Ik denk brownie taart, want dat vind ik echt heel erg lekker. Doei! Als ik een taart zou zijn, welke smaak zou ik dan zijn? Jeetje, wat een vraag, jongens. Jij een brownie taart? Ja, dat vind ik ook heel erg lekker. Maar ik vind kwarktaart echt het allerlekkerst. Zou ik dan ook kiezen? Ja, ik vind citroenkwarktaart heel lekker. Maar dat zou betekenen dat ik heel zuur ben. En ik vind mezelf niet zuur. Dus daar gaan we niet voor. Frambozenkwarktaart? Dat is ook wel leuk, toch? Framboosjes zijn wel lief. Ja, ik ga voor frambozenkwarktaart. Hoi Sarah, mijn vraag is, stel je mag nog maar één make-up product gebruiken. Welk product zou je dan gebruiken en van welk merk? Als ik echt nog maar één make-up product mocht gebruiken, dan zou ik dat echt verrot vinden. Want met één make-up product kun je net zo goed niks dragen. Nou, dat is misschien niet helemaal waar. Nou, ik zou dan denk ik wimper extensions laten zetten en mijn wimpers laten verven. Dus dat hoeft dan niet meer. Zo denk ik alvast. Nou, ik weet niet of ik het aandurf van mijn wenkbrauwen te laten tatoeëren. Want ik vind wenkbrauwen heel belangrijk. Dus ik ben dan geneigd om te zeggen wenkbrauwen. Maar ik vind concealer ook wel echt onmisbaar als ik gewoon een uitbarsting heb. Daar kan ik zo niet naar kijken bij mezelf. Hè? Bij anderen vind ik het niet erg. Maar ik vind het heel vervelend bij mezelf. Dan zou ik misschien toch mijn wenkbrauwen met zo'n semi-permanente techniek laten bijtekenen. Dat in ieder geval een beetje meer definitie heeft. En dan zou ik gaan voor concealer. Welk make-up product gebruik je elke dag, maar zou je ook wel elke dag kunnen missen?
Oh, dat was echt een heel schattige filter. Je ziet er heel lief uit. Een product wat ik elke dag gebruik, maar eigenlijk ook gewoon zou kunnen missen. Ja, soms gebruik je wel eens producten uit gewoonte. Dat merk ik ook bij mezelf. Dat ik denk van, waarom doe ik dit eigenlijk nog? Maar ja, eigenlijk zijn er best wel veel producten die ik op zich gewoon wel kan missen. Ik gebruik namelijk nu de Dip Brow Pomade van Anastasia. En dat is eigenlijk al een beetje een gelachtige substantie. Ik gebruik ook nog een wenkbrauwgel, omdat het er dan, vind ik, net wat mooier uitziet. Maar ik zou het ook kunnen missen. En oogschaduw zou ik niet iedere dag kunnen missen. Omdat ik het heel leuk vind om er creatief mee te doen. Maar ik zou wel, ik vind het echt niet erg om dagen geen oogschaduw te dragen of zo. En ja, dat zijn dan denk ik de dingetjes die me als eerste te binnen schieten. Want primer en poeder en zo is voor mijn huid wel heel belangrijk. Want anders blijft het niet goed zitten. Dus ook al is dat soort van doorzichtig, moet ik het wel echt gebruiken. Hi Sarah. Mijn vraag is, kan jij Vlaams? Zo ja, wil je dan eens een paar woordjes zeggen? Doei! Ik vind Vlaams altijd zo schattig klinken. Of ik een paar woordjes Vlaams kan zeggen? Nou, ik kan geen Vlaams, maar ik ken natuurlijk wel wat het amai, dat ken ik. Maar dat zeg ik vast niet goed. En altijd bij Vlaams moet ik denken aan, ja zeg, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Maar ik kan het niet eens op zijn Vlaams zeggen. Marco, kan jij even op zijn Vlaams dat zeggen? Nee, Marco is een theorietest aan het oefenen. Helaas, die zou het wel goed kunnen. Ik heb namelijk bedacht om met Marco misschien binnenkort de accentenchallenge op te nemen. En ik denk dat hij alles super goed kan doen. En dat ik het ook nog wel kan raden, maar ik denk dat ik het zelf echt niet kan uitspreken. Dus dat wordt misschien wel heel erg leuk. Marco is sowieso heel goed in typetjes doen en zo. Maar goed, tot zover dus mijn Vlaams imitatie. Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Bovenaan op mijn bucketlist staat een hele mooie indrukwekkende reis voor echt wel misschien een maandje of zo met Marco in Azië. Denk ik toch wel weer. Dat trekt mij heel erg. Maar ik wil nog zoveel meer ontdekken. Het is echt zo lastig. Maar in ieder geval een hele mooie reis. Dat is echt iets wat ik sowieso nog wil gaan doen in de komende jaren. Ik heb nog een vraag en dat is... als het kon, wat zou je dan nog veranderen in je leven? Als het kon, wat zou ik veranderen in mijn leven? Ik ben gewoon heel erg tevreden op het moment. Laten we dat voorop stellen. Maar ik zou het voor mezelf, aan mezelf heel fijn vinden als ik iets beter leer om bepaalde dingen te kunnen loslaten. Ik vind wel dat als ik kijk vooral naar mezelf op de werkvloer, dat ik echt wel meer draagkracht heb gekregen. Dat ik veel beter meer werkdruk aan kan. Het is niet dat ik er voorheen voor in de weg ging, maar toen verrat het meer aan me of zo. Maar ik vind wel als ik dan thuis ben dat ik het toch moeilijk vind om het los te laten. Ik trek het me niet altijd, niet per se dat ik alles maar emotioneel aantrek. Maar als ik bijvoorbeeld een mail heb gestuurd of een aanvraag heb gedaan, dan moet je gewoon wachten. En daar heb ik geen invloed op. En dan toch blijft dat maar malen en blijf ik het idee houden dat ik daar iets mee moet. En dat stukje zou ik wel fijn vinden als ik daar wat rust in vind. Hi, mijn vraag is, wat is je favoriete high-end en je favoriete no-budget lipstick? Favoriete high-end lipstick is MAC High-End. Een beetje ertussenin, hè? Ja, ik zou dan toch zeggen MAC. Yves Saint Laurent heeft trouwens ook hele mooie high-end lipsticks. Dus als MAC niet telt, dan zeg ik dat. En dan de kleur Faux. Die vind ik echt heel mooi voor iedere dag. Het wordt trouwens iets donkerder, zie ik. Heel vervelend. Maar goed, we doen het er maar mee. En budget lipstick. Ik vind de NYC Soft Matte Lip Creams ook een heel mooi effect geven. Maar ja, ook gewoon Catrice heeft echt hele fijne lipsticks. Die smalle, langwerpige matte, die vind ik echt onwijs mooi. De Ultimate Stay is dat, geloof ik. Nou, ik denk dat de video veel te lang gaat worden als ik nog lang doorga. Dus ik ga er een einde aan maken. Ik hoop natuurlijk dat jullie de video leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog als je dat vond. En als je het leuk vindt om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwe video's die ik upload. Ik heb echt een spraakgebrek vandaag. Dan zou ik het ook cool vinden als je eventjes abonneert. Dat kan hieronder. In ieder geval weer heel erg bedankt voor het kijken. Laat je video suggesties gerust achter. Daar ben ik altijd heel blij mee. En graag tot de volgende video. Doei doei!